klacht van de dag. Goeiedag, ik ben Mohamed Al-Hajri, 38 jaar en klachtenbehandelaar bij de Nationale Ombudsman. Het probleem waar meneer ons over belde lag bij het CIIB. Deze meneer had een boete bij het CIIB die hij niet kon betalen vanwege zijn financiële situatie. Waardoor die boete alleen maar opgelopen is. En om uiteindelijk toch iets te kunnen innen, heeft het CIIB beslag gelegd op de auto van deze meneer. Ik heb vervolgens contact gelegd met het CIIB om te kijken of er toch niet iets te regelen viel en of het beslag op de auto opgeheven kon worden. Gelukkig kon dit allemaal. Ze hebben een betalingsregeling getroffen met deze meneer die hij aankon en het beslag op de auto opgeheven, waardoor meneer zijn auto weer terug heeft gekregen. Mijn tip aan iedereen is om boetes niet op te laten lopen en zo snel mogelijk te bellen met de instantie. Want heel vaak is het zo, en ook bij het CIIB, dat je een betalingsregeling kunt treffen en je per maand bijvoorbeeld een bedrag kunt aflossen die je wel aan kan. Ik ben Renier van Zutphen, ik ben de Nationale Ombudsman. Met 170 collega's staan wij klaar als het misgaat tussen u en de overheid. U kunt ons bellen, iedere dag. Hebt u een klacht, laat het ons weten.